Nou ja, laten we eerlijk zijn, met high-ticket e-commerce, het is makkelijk geld verdienen. Tristan kwam met 4K, toen boom, ik denk een weekend erop kwam ik met die 8,8K. Toen in één keer, ik denk nog geen anderhalve week later, kwam Milan met 12K er boom. Toen kom jij met 11,8K. Er hebben natuurlijk best wel veel mensen de laatste tijd die interesse hebben om een eigen business te starten. Dus er komen best wel veel mensen op een call. Er zijn er ook mensen die je afwijst en waarom? Ik voelde me daar 100% verantwoordelijk voor. Ik voelde me alsof ik de enige was die ons eruit kon trekken. En dat was mijn missie, dat was mijn levensdoel. Niet eens missie, dat was mijn obsessie. We zijn aangekomen bij een nieuwe contentdag. Ik dacht net dat het dag 3 was, maar het is alweer dag 5. Zo snel gaat het. We zijn vandaag weer druk bezig met nieuwe content, met advertenties, maar ook weer een hele waardevolle podcast natuurlijk. We hebben nu een andere gast. We hebben geen succesvolle dropshipper, maar we hebben hier Frank naast ons zitten. Van Frankie's Man Store. En hij heeft allereerst een super tof pakketje voor meegenomen, dus thanks daarvoor. Tuurlijk, graag gedaan, bro. Ik zie er gelijk 2 keer zo breed uit in Frankie's. Dus als je op zoek bent naar goede kleding voor mannen, ben je bij hem op het juiste adres. Zeker weten. Kortingscode staat in de bio. Kunnen we dat doen? Ja, toch? Ja, tuurlijk. Kortingscode staat in de bio. Maar uit. Dus ik kwam eigenlijk in zijn zaak om te shoppen. En hij vertelde me eigenlijk zijn verhaal. Hoe hij nu natuurlijk een succesvolle business heeft, maar ook het pad dat hij heeft bewandeld om daar te komen. Ik denk dat het een super inspirerend verhaal is. Wat hij nog niet eerder heeft gedeeld. En ik zei eigenlijk gelijk tegen jou van, yo, deel dit, weet je wel. Ja. Dit is een boek. Ja. Dus we gaan nu voor de eerste keer zijn verhaal delen. Dus ik ben super benieuwd. Toen expres niet heel veel doorgevraagd. We wisten dat we de podcast zouden doen. Ja. Dus we gaan lekker veel vragen vandaag. We gaan lekker veel waarde geven. En ik ben heel benieuwd hoe je gekomen bent, waar je nu bent. Top man. Ja, zeker. Ik heb er zin in. Ik ook. Let's go. Let's do it. Nice. Hey, en Boatfish komt er ook nog aan. Boatfish komt er ook nog aan. Zeker weten. Gisteren zijn we geïced. Danny is geïced. En ik ben geïced. Dus we dachten van, weet je, ik kende dat nog niet, we gaan de hele boot icen op zaterdag. Dus we gaan er een vet event van maken. Voelde je ook die verantwoordelijkheid op jonge leeftijd dat je dacht van, hey, weet je, ik zie nu wat mijn ouders hebben moeten doen, ik zie mijn vader struggelen. Ja. En nu is het aan mij om dit gezin verder te helpen. Ik voelde me daar 100% verantwoordelijk voor. Ik voelde me alsof ik de enige was die ons eruit kon trekken. En dat was mijn missie. Dat was mijn levensdoel. Niet eens missie, dat was mijn obsessie. En ik heb me eigenlijk heel mijn leven alleen maar daarmee bezig gehouden. Ja. 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 Hoe uitzicht dat? Wat heb je gedaan om daar uit te komen? Ja, het uitzicht dat je op je 13, 14, op mijn 14e van school af bent getrapt. Ja, dat ik gewoon, school was het gewoon niet voor mij. Ik geloofde daar ook niet in. Maar ja, mijn vader die had zoiets van, hey, ik heb dit allemaal doorstaan om jullie een fatsoenlijk leven hier te kunnen geven. En jij gaat het nog eens allemaal verpesten, jouw school verpesten en dat soort dingen. Dus dat zorgde voor heel erg een wrijving. En mijn pa, die was niet echt van een zachte opvoeding, om het zo te zeggen. Daar kwam regelmatig ferm een pak slaag bij kijken. Dus dat zorgde wel voor de nodige wrijving. En ik zal hem dat nooit kwalijk nemen, want hij dacht, ik heb dit allemaal moeten doorstaan. Mijn ouders hebben dat allemaal moeten doorstaan om mij een leven hier te kunnen geven. En vervolgens ga jij dat helemaal verpesten. Terwijl ik, mijn visie was groter dan dat. Ik wou het gewoon maken. Ondertussen genieten de andere coaches van het zwembad. Ja, wat leuk. Kunnen we de schoenen gewoon aanhouden? Dat we... Boy, yo. Nee, kom op. Ik duik er misschien in, hoor. Maar nee. Wil je nog muziek uit? Nee, muziek niet. Goh, wat lijp. Wat lijp. Master bedroom. Kom, ga jij weer. Zo vet om te zien. Wist je nog die eerste call dat er maar 10 mensen waren? Ja, ja. Er waren maar 10 mensen. En letterlijk, ik denk nog geen 2 weken later zaten we in één keer vol. Ja. 60, 70, 80 man. Ja. En nu iedere keer weer, hè? Dus niet dat het één call is geweest, maar gewoon iedere training. Ja, compounding inderdaad. En dat laat ook zien dat zij waarderen met de content die we nu maken, wat eruit komt. Dat ze de waarde van zien. Want anders ga je niet in zo'n training zitten, lijkt me. Ja. Hé, die Achievement Channel. Hoe wild gaat hij in één keer? Ja, echt bizar. Ja. Eerst was het heel rustig en in één keer elke dag boom, 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 resultaten. Ja, het is insane. En nog inderdaad, dagelijks is het gewoon, hè, dat mensen nu gewoon fantastische resultaten behalen op de eerste sales. Het maakt in principe niet uit wat voor resultaat het is, maar dat mensen gewoon vooruit gaan boeken. Dat is het belangrijkste voor ons, dat we zien dat mensen echt wel stappen maken. Dat is, ik vind het ook vet dat iemand gewoon een post doet en dan 2 dagen later weer een post, weet je wel. Dat het gewoon zo groeit. Maar ook tussen jullie, weet je. Dat jij als eerste kwam met je 100k maand en meteen daarna kwam iemand anders. Nee, en weet je wat het was? We begonnen met die coachingstrijd. Tristan kwam met 4k. Toen boom, ik denk een weekend erop kwam ik met die 8,8k. Toen in één keer, ik denk nog geen anderhalve week later, kwam Milan met 12k er boom. Toen kom jij met 11,8k. Oh. Ja. Het is zelfs gewoon die constante strijd. Hè, met, dat houdt ons zelf ook scherp, denk ik. Die,
Ik vind het ook zo vet dat we als coaches gewoon heel hard aan het groeien zijn, man. Ja. Met elkaar. Want eerst waren jullie allemaal los, weet je wel. En ja, nu we bij elkaar zitten, leren we zoveel van elkaar. Die ene keer dat we op het terras zaten, daar was jij denk ik niet bij. Hoeveel connects er werden gedeeld? Iemand had een probleem, bam. Oh ja, ik heb hier een oplossing. Hier een oplossing. Hier, trouwens, jij ook in de groepsapp. Dat jij dan ook zegt met die paymentprocessor, hier 2 dagen payout. Weet je. Ondernemen is ook niet alleen maar leuke dingen. En dat weet jij ook. Heel veel dingen die erbij komen kijken die niet leuk zijn. Maar ik heb zeg maar altijd als ik ermee bezig ben, nooit het gevoel dat ik aan het werk ben. Ja, ja, laten we eerlijk zijn, met high-ticket e-commerce, het is makkelijk geld verdienen. Zeker, zeker. Want mensen online bestellen iets en dan is het eigenlijk gewoon vaak geautomatiseerd. Ik heb een barbecue store. Ik zie het niet eens. Nee. Want de voorraden zijn automatisch staan goed. Ja. We hebben dezelfde leverancier voor dingen. Nou, dat is allemaal geautomatiseerd. Ja. Dat is toch fucking relaxed. Klopt inderdaad. En dat is ook... tenminste had ik het laatst over. Al zou ik inderdaad nu met iemand, die vroeg het ook. Want ik ga toevallig volgende maand op vakantie. Maar als ik dan 2 weken op vakantie ben, alles staat zeg maar gewoon. Ja. Dus het enige wat ik alleen even doe is misschien af en toe, als ik echt belangrijke mailtjes heb, dat ik ze even in de gaten hou. Maar zeg maar mijn sales, als ik iets verkoop online, dat loopt gewoon door. Het is allemaal geautomatiseerd. Dat wordt gelijk doorgestuurd. Het wordt geregeld. En misschien moet ik 1 belletje erachteraan geven. Maar 1 belletje voor een order van 2.500 euro. Dat wil ik best doen. Bij Dropship Academy X komt iedere persoon die zich aanmeldt eerst op een call om te kijken of hij of zij een goede fit is voor de Academy. Wil jij je aanmelden? Dan is het belangrijk om bij het volgende gesprek even goed op te letten. We hebben natuurlijk best wel veel mensen de laatste tijd die interesse hebben om een eigen business te starten. Dus er komen best wel veel mensen op een call. Zijn er ook mensen die je afwijst en waarom? Ja, zeker. Er worden best veel mensen afgewezen. Ik denk 5 van de 10 vind ik in ieder geval nog niet goed voor onze samenwerking. Nou, waar blijkt dat meer uit? Meestal gebrek aan motivatie, gebrek vooral aan de why. Waarom wil je iets doen? We weten het allebei zelf ook. En je kunt het niks bereiken zonder de juiste why te hebben. Daar gaat het meestal op mis. Dus dat zijn ook niet de programma's die denken van hey, als je geld komt brengen, dan ben je van harte welkom. Want wij willen natuurlijk ook dat iedereen resultaat gaat behalen. We weten ook bij sommige mensen, als zij binnenkomen en ze gaan ermee aan de slag, dan omdat ze niet de juiste motivatie en de juiste drive hebben, gaat er ook niks gebeuren. Dus wij willen wel ervoor zorgen dat we van tevoren eigenlijk al weten van oké, dit is een goede match. En als deze persoon hiermee aan de slag gaat, dan gaat hij gewoon knallen. Ja, zeker. Precies, man.